CNO Reborns. Vandaag heb ik wat leuke dingetjes om te laten zien die ik heb geshopt voor mijn zoontjes nieuwe kamer. Hij heeft een dierenkamertje, vooral met olifantjes en giraffen. En ik heb daar wat spulletjes voor gekocht en die wilde ik even met jullie delen. Ik zit hier samen met Suri en ik ga de spulletjes aan jullie laten zien. Ik vind ze erg schattig. Als eerste voor zijn dierenkamer heb ik deze schattige spaarpot gekocht met een leeuw. Hij heeft hem zelf uitgezocht. Nou, het is dus een leuke spaarpot waar hij zijn spaarcentjes in kan doen. Eerst wilde hij eigenlijk een krokodil hebben, maar uiteindelijk is het toch de leeuw geworden. Het volgende is dit super schattige kledinghangertje. Mijn excuus, er komt even een sirene tussendoor. Nou, hier kan je dus eigenlijk van alles aanhangen. Je kleding of wat je wil eigenlijk. In het midden zit een witte olifant. Mijn zoontje is gek op olifantjes. Dit lijkt mij een giraf. En ik hou hem even zo. Misschien kan ik hem even een beetje uithalen. Een super schattig nijlpaard. Nou, de kleuren zijn grijs met wit op een heel schattig plankje. De achterkant, daar kan je hem aan bevestigen aan de muur. Ook super leuk voor een voor de kamer van de Reborns eventueel ooit in de toekomst. Ze zijn nu natuurlijk tijdelijk in een ander kamertje. Maar dit vond ik erg schattig. En dat komt dus bij mijn zoontjeskamer te hangen. Dan heb ik hier een schilderijtje met een tijgertje. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Oh. Zo. Komt overeen met het plankje, laat maar zeggen. Met waar je je kleding aan kunt hangen. Houten lijst. Ja, en een schattige tijger. Mijn zoontje vond het echt super leuk. We hebben het samen met hem uitgezocht. En ik heb nog een super schattig schilderijtje. Met het lievelingsdier van mijn zoontje. De olifant. Erg schattig. Die gaan we aan de muur van zijn kamertje hangen. En hij heeft natuurlijk ook al wat andere dingetjes. Aan de wand hebben we een soort dierenprint gedaan. Het ziet er erg schattig uit. Hij is echt gek op diertjes. Zo. En dan heb ik nog deze schattige apenpantoffeltjes. Oh, het oog zit een beetje weg. Voor de kleine voetjes van mijn zoontje. Ook weer met diertjes. Dus dat was eigenlijk een korte video van wat ik heb geshopt voor de nieuwe kamer van mijn zoontje. Hij ligt nu lekker in zijn bedje. We hebben ook nog een heel schattig dekbed gekocht voor hem. En die ligt nu op zijn bed. Ik kan die misschien even proberen te filmen. Dan ga ik de video even stoppen. Hier is het schattige dekbed van mijn zoontje. Hij ligt nu lekker te slapen. Dus we doen een beetje zachtjes praten. Tijgertjes van het schilderij komen er weer in terug. Super schattig.
zal hem even recht trekken. Schattige blaadjes. Past echt helemaal bij zijn kamertje. Nou, dat is dus het dekbed. Dat hebben we ook nieuw gekocht. En dat ligt ondertussen op zijn bed. Schilderijtjes en de andere spulletjes moeten we nog ophangen. Nou, dit waren dus alle spulletjes die ik heb gekocht voor mijn zoontjes kamer. We zijn wel geslaagd en ik denk dat nadat deze spulletjes hangen, dat zijn kamertje wel af is. Want het is niet een heel groot kamertje, dus er moet ook weer niet te veel in staan. En ja, met deze spulletjes maakt het net een beetje af. En natuurlijk de schattige slofjes. Maar ja, hij vond het niet echt fijn aan zijn voetjes, maar wie weet komt dat nog. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Het was niet een hele lange video, maar ik wilde even delen met jullie wat ik voor schattige spulletjes had gekocht in de winkel. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei doei. Doei doei.